ja, het is best gek, want we komen allemaal uit de Zaanstreek. En dan nu sta je pas na zoveel jaar sta je eigenlijk pas in je eigen stad te spelen. Wat super geweldig is. We hebben wel meer dingen in combinatie met de Flux gedaan. Nu eindelijk een keer hier spelen, het is echt gaaf. Ook met de andere bands, Infantry en Dear Bennett. Dat is echt super. Dat kan alleen maar genieten eigenlijk. Het is zeg maar een combinatie van dingen die echt zijn gebeurd, die we hebben meegemaakt, waar we dus een verhaal over vertellen. We maken echt een heel fictieverhaal. En dat moet zeg maar op een gegeven moment echt een album worden. Alle nummers zijn eigenlijk geschreven aan elkaar en daar zit fictie en non-fictie tussen. We keken ook in het begin keken we niet echt naar een genre in metal, niet of thrash metal of death metal. Toen was het van, weet je, we gaan compleet zelf iets verzinnen en dat is epic death metal. Ja, ik denk toch, we zijn niet denk ik bang om iets nieuws te proberen. Op je bek ga je toch wel en iedereen gaat een keer op zijn bek. En de aanhouder wint, zegt ze altijd. Dus ja, het is normaal om op je bek te gaan. En het is normaal om ook eens een keertje positief erin te staan en een positief resultaat te laten zien. Ja, en dat is het eigenlijk, denk ik. Ik denk dat het daardoor komt. En vooral de energie met elkaar. Het is heel apart eigenlijk. Mensen denken, ah, er staat een band. Maar ik weet gewoon dat iedere band die speelt, die mensen hebben een bepaalde klik met elkaar. Ongeacht waar ze vandaan komen. Het maakt niet uit. Al is de ene komt uit Amerika en de andere uit. Ja, het maakt allemaal niet uit. Het is één. Dat is tof. Oh, dit is eigenlijk een hele goeie. We repeteren altijd op maandagen. En eigenlijk maandag hebben we eigenlijk de setlist gewoon twee keer gespeeld met bijeffectjes en dat soort dingen. En we weten gewoon wat we moeten doen deels op het podium. Natuurlijk, het blijft zich altijd ontwikkelen. Maar wat we tot nu toe hebben, dat gaat lukken. Het gaat lukken. Het is altijd een beetje experimenteren. Hey, dit gaan we live proberen en dit gaan we live. Je kan het wel in de oefenruimte proberen, maar het is toch anders. Dus op die manier. Oh, wauw. Mag ik alles kiezen? Oké, ik zou zeggen, mijn favoriete band, Equilibrium. De rest van de band luistert zo goed als ook. En zeker de zanger van mijn band, die is helemaal gek van Motionless in White. Dus ik zou zeggen, ook die band, die twee. Dat zou echt cool zijn. Dit, over 10 jaar, het kan twee kanten op gaan. Of we zijn dan nog steeds bij elkaar. En we hebben een stuk meer ervaring en het schrijven wordt leuker. En je hoeft niet echt een muzikaal genie te zijn om tegenwoordig echt muziek te maken, weet je. Ja, of het wordt dat, het wordt gewoon wat we nu doen, maar dan hopelijk met iets meer ervaring en dat soort dingen. En tot op een professioneel niveau of het gaat de hele andere kant op en de hele band valt uit elkaar. Maar dat zie ik niet gebeuren eigenlijk. Ik bedoel, ja, we zijn best wel, je hebt altijd wat struggles onder elkaar, zeker in het begin. En ja, dat hebben we overwonnen en de laatste jaren, het is natuurlijk, iedereen is anders. De laatste jaren zijn we echt een broederschap en we hebben nog steeds lol. Zelfs gewoon in de oefenruimte, een nummer die 100 keer achter elkaar spelen, bij wijze van, we hebben er nog steeds lol in. En dat kan wel eens een struggle zijn als je 100 keer hetzelfde nummer moet spelen. Maar wij kunnen het hebben tot nu toe. Cool. Nou ja, voor de mensen die ons willen bezoeken en die ons willen boeken, we hebben een website, naveria.com. Of onze Facebookpagina en Soundcloud updaten we nog wel eens. En anders ook nog via YouTube. That's it. Yeah.